Goedemiddag. Nou, goedemiddag iedereen. Ik wil eerst een paar mensen echt bedanken. Bedankt voor jullie aanbod, maar ja, is niet nodig. Soms wil je gewoon terug wat van jou is en niks meer, niks minder. En ja, als er mensen zijn die me proberen te bellen of te schrijven of zo, nou dat lukt niet, want mijn telefoon is leeg. Ik heb mijn oplader op mijn werk laten liggen, dus ik kwam thuis en geen oplader. Dus ik moet eerst even in de stad in een oplader halen. Dat ga ik ook eerst nou even doen. Ik wil lekker chillen, douchen en nou, ik moet eerst even een oplader gaan halen. Ja, en ja, ben op mijn laptop, ben ik. Ik kan erbij inkomen. Ik ben op mijn laptop. Ik ben nou net thuis en wacht, zijn mijn telefoon. Waar zijn die dwaze dingen? Kijk, hier zie je een knopje. Drukken op de zijkant. Ik zag het lichtje even aangaan en het ging meteen al uit. Hij is leeg. En ja, dus dat. Dus ik ga even een oplader halen. En hoe bedoel je? Misschien heeft Pascal wel een oplader voor je. Ja, in ieder geval mensen. Ik had vanochtend wat gepost dat ik mijn geld terug wou. En ja, heel verbazingwekkend gingen mensen mij schrijven. Hè, ook al moet ik het zelf weten, maar dat het eigenlijk niet de manier is en bla 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 bla, dit, dat, zo, zo. Ja, dan betalen jullie lekker voor je oplichtersmaatje. Ik heb hem natuurlijk zoals ik zelf dat altijd doe. Zoals ik zelf dat altijd doe. Hè? Wat voor foto? Nou, ik zou niet weten waar je het over hebt, Selena. In ieder geval, mensen bemoeien met je. Nou, ik heb gezegd, ik doe helemaal niks meer, want jij bent zo, want ik bemoei me niet. In ieder geval, mensen bemoeien. En ik ben net thuis van mijn werk. Ik heb geen flauw idee. Nou, in ieder geval. Waarom moet ik hem bellen? En ik kan niet eens bellen, dat tweede. Nou, in ieder geval, mensen bemoeien lekker met je eigen zaken. Of je moet gaan lappen en ventilo. Dat jij, niet dat ik weet. Toen ik nog stroom had, zei hij wel dat hij ergens vandaag naar Rotterdam wil komen. Ik zeg, nou ja, ik ben nog bezig. Ik zeg, als straks kan ik mij wel melden. Maar. Ik weet helemaal niet eens of ik thuis ben. Nou, in ieder geval wat jou aangaat, Ventilo, gewoon echt gewoon ranzig jouw opmerking onder mijn post gewoon. Alsof ik jou niet persoonlijk heb aangesproken nadat jij niks meer van je liet horen en ik achter jou aan moest gaan. En dan nog alleen maar bla 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 en nog niet over brug komen. Gewoon kankernep, super nep. En dan ook nog grote bek hebben onder de post alsof ik niet. Mijn volwassen gedrag, bla bla bla. Ja, dan gedraag ik me natuurlijk niet volwassen. En waarom steeds dat woord? Ja, moet ik even kijken hoe dat gaat op mijn laptop. Kan jij een verzoek indienen? Ik moet even zoeken hoe dat gaat op mijn laptop. Nou, waarom altijd dat woord? Omdat het een woord is uit de Nederlandse taal. Waarom altijd andere woorden? Ik ga even zoeken hoe ik je uit kan nodigen. Jo, Maxi.
Nou, ik moet even kijken hoe ik iemand erbij in kan uitnodigen. Ja, precies. Het is gewoon een zelfstandig naamwoord. Kan het ook als bijvoeglijk naamwoord gebruiken. Jeetje. Ik moet echt even kijken hoe dat gaat. Nou, ik heb geen flauw idee. Maar nog steeds, Ventilo, wacht ik op mijn €50. En gewoon, je moet je echt kapot schamen. Gewoon om je reactie, om de manier zoals je het gedaan hebt. Gewoon kankernep is dat gewoon. Zo goed? Ja, zus. En nog allemaal mensen bedankt die me in één keer gingen schrijven. Van ja, hier heb je geld nodig. Stuur me een tikkie, stuur me je bankverbinding. Maar nee, mensen. Ja, ik heb altijd geld nodig. Maar ik heb ook gewoon te eten, geld, te roken en zulke dingen. Dit is. Het een heeft niks met het andere te maken. Gosje, Mickey. Kan jij niet een aanvraag sturen? Zoals dat. Ik druk altijd op aanvraag. Zodat ik erbij kan komen. En dan. Nee, pagina, niets van harte. Reacties. Is er iemand die weet hoe je iemand uit kan nodigen als je via je laptop op Facebook bent? Ik zou niet. Hoop dat je het niet krijgt. Nou, Jenny Berk, pas gewoon. Ik vind je opmerking echt gewoon kankerirritant gewoon. Je weet helemaal niet wat je het over hebt. Hoe bedoel je? Hoop dat je het niet krijgt, want anders piep je wel anders. Waar denk jij onder welke steen jij vandaag gekropen komt? Gewoon om dat zo te moeten zeggen gewoon. Kanker toch op je als je het niet bevalt gewoon. Dan moet je niet naar mijn lijf luisteren als je je stoort aan bepaalde woorden uit de Nederlandse taal. Ten eerste ben ik, Selena, net zo vrij om te zeggen wat we willen. En wat denk jij dan dat je hebt met die ziekte gewoon, hè? Wat anders is dan andere mensen dat hebben gewoon. Denk je dat je alleen bent op de wereld of zo? Oh, wat erg. Als ik COVID zeg, dan begin je ook niet te janken gewoon. Of als ik tyfus zeg of tering. Of noem zo nog maar een paar ziektes op. AIDS. Gewoon, hè? Dan begin je niet te janken. Ik kan echt gewoon echt misselijk van worden. Gewoon. Dat mensen gewoon moeten reageren omdat je het woord kanker gebruikt, het zij als zelfstandig naamwoord, het zij als bijvoeglijk naamwoord, op wat voor manier dan ook. What the fuck is het probleem? Weet je wat het probleem is? Alle kinderen die uit huis gejat worden, dat is een probleem gewoon. Weet je wat een probleem is? Dat er gewoon net gedaan wordt alsof er duizenden trekkers naar Den Haag komt. Een hele show wordt opgehouden. 11 maart met z'n allen in het centrum van Den Haag. Terwijl al lang van tevoren duidelijk is dat dit een verkiezingscampagne is. Samen Ja 21 besloten vennootschap Nederland. Wat zit er nog meer bij? PVV geloof ik, hè, om Israël te vertegenwoordigen. Hè. Geert Wilders, poppetje van Tel Aviv. En zulke dingen. Dan natuurlijk een à la Lowlands naast de sprekers ook een beetje muziek erbij. Onze nepper Kafka. Hè. Gewoon oplichten, gewoon klootzak. Nou, het enige positieve gewoon van het festival in het Zuiderpark van de bijeenkomst is natuurlijk Outsiders die we knallen. Jammer dat ze het met Kafka doen. Ja, en mensen die gewoon 40, 50.000 euro in totaal gewoon weer aan tikkies gegeven hebben. En cadeautjes, zodat de organisatie in ieder geval zwaar betaald uitgaat. Dus ja, dat. Nou, ik weet niet hoe dat moet. Ik kom zo nog een keer live. Ik loop even snel naar de Action heen en weer. Wat zijn toch. Oh, daar moet ik een probleem mee. Er zit wederom een voorstadion. Pap 1, 2, 3, 4. Sterkte, zus.
Wat zijn toch slakkenspoortjes de hele tijd zo? Nou, dan moet je me later nog maar uitleggen. Ik ga even een oplader halen. En dan. Oké, sterkte, Suus. Hoop dat het zo blijft en niet doorstijgt naar 3 of 4. En als dat wel zo is, dat het genoeg is om een stukje weg te laten halen. Tenzij je er toch vanaf wil, dat weet ik niet. Maar in ieder geval sterkte, hopen dat het zich niet doorzet en uitbreidt.